We zijn hier vandaag in cultureel centrum Stroming in Berlara, waar Paleontologica Belgica een hele race aan zoogdierfossielen uit de laatste ijstijd en tusseneistijd restaureert en conserveert. Deze vondsten zijn afkomstig uit wat nu het provinciale recreatiedomein Nieuwdonk is. En ze zijn ongeveer 40 jaar geleden gevonden in de toenmalige zandgroeven Maas. Vandaag, of deze week beter gezegd, zorgen wij ervoor dat de stukken die nu tot de collectie behoren nog 20 of 30 jaar ongestoord verder bewaard kunnen worden. Ze zijn gedurende de afgelopen kleine 50 jaar niet of zelden behandeld geweest en alle stukken zijn zeer sterk uitgedroogd en dat proberen wij nu te beschermen. Er zijn echt wel wetenschappelijk unieke dingen bij. De collectie bestaat hier zowel uit planteneters, herbivoren, als vleeseters, carnivoren. En die zijn beide heel goed vertegenwoordigd hier in de collectie. Er zijn stukken bij die wetenschappelijk van groot belang zijn, zoals bijvoorbeeld onderkaken van wolven, maar ook bijvoorbeeld stukken van bosolifanten die dan veel ouder zijn. En ja, dat moet echt heel grondig bestudeerd worden en dat maakt de collectie echt uniek. Ik weet dat er destijds in de omgeving hier heel veel in de zandgroeven gezocht is geweest naar fossielen. Als er mensen zijn die stukken thuis nog liggen hebben, die misschien ook niet in al te beste staat zijn na zoveel jaren, trek er een foto van, stuur ze ons op of neem eens contact met ons op. Dan kunnen wij kijken en alvast iets meer vertellen over het dier tot wat het stuk toebehoorde en iets zeggen over de wetenschappelijke waarde.